Goedemorgen. Gisteren kwam onze video online over ons verhaal en daar hebben we superveel leuke reacties op gehad. En daar willen we jullie in ieder geval heel erg voor bedanken. Ja, en ook natuurlijk over de hond. Ja, ook inderdaad. Het is ook een super mooi verhaal natuurlijk. En in de video die vandaag voor ons online komt, zien jullie natuurlijk hoe dat verhaal eindigt. Deze reacties op YouTube vinden wij altijd heel erg leuk, maar dat helpt ook echt enorm om de video op YouTube bij veel meer mensen terecht te laten komen. Dus ja, daar zijn we heel erg dankbaar voor. En dus als je een reactie hebt, plaats die vooral. Vinden we heel leuk om op te reageren. Ja, en we zien natuurlijk ook nog steeds dat de helft nog niet geabonneerd is. Ook inderdaad. De helft van de kijkers is niet geabonneerd. Dus nee. Kijk je onze video's en vind je ze leuk, druk dan even op die abonneerknop. Dat helpt ons ook enorm. Ja. Vandaag zouden wij naar Siracusa. Dat is een klein stadje hier aan de kust. En daar zouden we een aantal punten bekijken. Alleen hebben we toch besloten om die over te slaan. De laatste tijd zoveel stadjes gezien. En we hadden er ook niet heel veel bijzonders volgens mij. Nee. Niets anders dan de anders. En we hebben ook een hoop andere dingen te doen voor ons gevoel. Dus we gaan naar Catania vandaag. En daar gaan we naar... De IKEA. De IKEA. En zeker niet voor de Zweedse gehaktballetjes. Nee. Maar we zijn een paar spullen nodig. En ja, er zijn niet heel veel winkels waar we dat hebben kunnen vinden vandaag in Italië. Dus... Nee, want we zijn er eigenlijk al best lang naar op zoek. Ja. We gaan even naar de IKEA. En... Dat is in Catania. En als het goed is, hebben ze daar alles. Ja, dus als het goed is dat gewoon een IKEA zoals wij herkennen. Dus daar gaan we eens even kijken. En we willen ook even kijken of we de was kunnen doen vandaag. Zijn we ook alweer naartoe. Ja, dus even wat dagelijkse klusjes. En dan rijden we ook weer een stukje naar het noorden. Dus ongeveer een uurtje rijden. Zijn we ook alweer wat dichter bij de Etna. Ja, als het goed is kun je de Etna al heel mooi zien vanuit Catania. Ja, dat is wel heel gaaf als we die weer voor het eerst zien. Want dat weet ik nog heel goed. De eerste weken, de eerste paar dagen zagen we die ook van heel ver af. Ja. Dus zin in. Ja. En dan zijn we ergens dit weekend rond de Etna. Dus dan moeten we even kijken hoe we die plekjes gaan vinden. Ja. Gaan we een stukje rijden. We zijn bij de IKEA en we hebben een fantastisch uitzicht op de Etna. Daar is hij, ongelooflijk, super groot. En we zagen hem al vanuit de auto door de wolken heen komen. En nu zijn we al behoorlijk dichtbij alweer. Dus, hij is best besneeuwd. Ja, hij is best wel besneeuwd en dit is de zuidkant. Dus wij willen kijken of we er natuurlijk op kunnen rijden komende weekend. Maar ja, dat kan denk ik niet aan de noordkant. Dat kon over 2 weken geleden kon dat ook niet. En er is niet heel veel veranderd volgens mij. We gaan eens kijken of we de zuidkant op kunnen komen van het weekend. Dat wordt misschien ook nog spannend. Ja, dat denk ik ook. Moet even uitzoeken. Ja. Bij de IKEA gaan we een aantal dingen zoeken. Onze wasstijl die hebben wij per ongeluk lek geprikt met een mes. Dus daar moeten we even een nieuwe vinden. En ik heb ook nog steeds geen nieuw koffieapparaat. Dan gaat mijn Franse pers kapot. Geen koffie meer. Je hebt zo'n mooi klein espresso makertje. Of ik zoek gewoon weer een Franse pers. Even kijken of ze die hier hebben. Want Franse pers ben ik bekend mee en dat vind ik wel heel makkelijk. Gaan ze even kijken. Ja. Voor de rest hoeven we niet veel te hebben volgens mij. Denk het ook niet. Is ook wel een keer alleen leuk. Als het kapot gaat moeten we iets hebben, anders dan hebben we te veel van alles. Ja, we moeten niet extra inslaan. Best wel vol genoeg natuurlijk. Ja. Dus gaan we eens even in de IKEA kijken. Het is volgens mij niks anders dan elke IKEA die wij kennen. Maar dat is goed. Dat is goed, ja. 4,95. Wat een joekel. Is dit het? Ja. Wat een joekel. Ik denk dat het goed is. Ik kan je even 2 personen zetten. Ja. Niet dat ik het wil, maar... Deze is ook wel mooi, maar die... is helemaal van glas in ieder geval. Dan moet je altijd filter gebruiken. Wel droogrekjes, maar... Geen alles borstels. Misschien hadden we beter een camperwinkel op kunnen zoeken. Of een campingwinkel of zo. Maar... Ik zie het nog niet echt. Deze had jij gezien. Beetje klein. Ja, ze zijn heel erg klein. Zeg maar, daar passen onze pannen niet in. Nee. Dat is niet handig. En die gele dan, daarboven. Ja, dat is echt een emmer. Een emmer en zo'n kleine tel.
Ook niet wat we zoeken, hè? Ja, ik weet niet wat we zoeken, eerlijk gezegd. Ja, eigenlijk hetzelfde als wat we hebben. Maar is die gele niet goed dan alleen? Ja, die kun je niet kopen zo. Koop je samen. Maar zou die goed zijn? Ik denk het wel. Ja, wel een ronde toch? Dit is dus ook net niet. Kijk maar even verder. Ja. Sta ik hier te wachten op Anne, zie ik deze ineens staan. Een mini. Het is natuurlijk veel beter op de berg voor ons dan deze knoepers. Even overleggen of we deze dan wel willen houden, want hij moet wel in de kast passen natuurlijk. Ze zijn wel van glas en breekbaar natuurlijk. Dus. Moet je dit zien? Oh, een mini. Is het niet beter? Ja, nou, dat denk ik dus wel. Dat kunnen we best ruilen. Ja, maar deze is gewoon te groot om weg te bergen eigenlijk. Ik denk dat dit echt gewoon perfect is voor jou. Ik twijfel alleen of er genoeg in past voor één kopje. Hij is 400, dus tot de rand. Ja, dat past volgens mij echt wel. Kopje, ja, maar, kopje, en anders heb je gewoon iets minder dan een vol kopje. Ik denk dat het beter is, want deze kunnen we niet echt in de kast kwijt. Nee, waar waren deze? Hebben we niet in de winkel gezien. Nee, hij heet hetzelfde. Maar misschien kunnen we die alleen hier kopen. Ja, dat kan ook. Hier moet je afrekenen, maar dan moeten we deze terugbrengen. Ja, gaan we doen. Ja. Dan loop je de hele winkel door en dan ben je buiten de winkel eigenlijk. Bij de foodshop en dan vind je deze. Maar goed, gelukkig konden we hem ruilen. Het is nou een mini Franse pers. Perfect. Wat we nou niet hebben gevonden is de wasstijl. Nee. Maar er is dus nog een andere winkel. Happy Casa. Happy Casa, ja. Ja. Die zit hier ook in de buurt. Dat is een soort Action, of in ieder geval hebben ze van alles en nog wat. Bijna alles, ja. Dus daar gaan we eens even kijken. Er zijn er niet heel veel van hier op Sicilië, dus nee. Toevallig eentje in de buurt. Rijden we daar even heen voor een wasstel. Ja, ik denk dat ze dat wel hebben. Ja. We staan op het dak hier ergens. Hier moet het wel ergens zijn, denk ik. Ja. En anders hebben ze misschien nog een andere winkel die het heeft. Het is gewoon een winkelcentrum, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Zoiets is wel goed. Ja, hè? Kijk, deze is dan nog weer groter, maar die is te groot. Ja, de wasbak is 40. Deze? Ja, wit wordt heel erg snel vies. Ja. Misschien. Blauw. Die is rond. Ja. Of we kijken nog even verder ook. Nou, dit is nog niet eens de winkel waar we heen zouden. Dit was een supermarkt waar we gewoon even naar binnen liepen. Maar deze is maar 3 euro, dus daar kan je niet heel veel verkeerd aan. Ja, dat kost echt niks. Dus misschien moeten we deze gewoon doen. We hebben niet heel goed gemeten, maar we weten dat het past. En we kunnen hem altijd ruilen als het echt niks is. Ja, nemen we die wel mee. Zijn we niet eens bij de Happy Casa geweest? Heel bewust. Ja, nu weten we ook niet wat ze hebben, dat is beter. Nee, dat denk ik ook. Dan moeten we even passen. Ja, ik denk dat het goed is. Moment van de waarheid. Het is wel echt grappig als ze niet past. Ja. Perfect. Prima. Mooi. Ja. Blij mee. Dan moet die oude weg. Ja. Nou, dit was wel een hele fijne wasstel. Is ook opvouwbaar. Niet dat we hem ooit opvouwden, maar hij was gescheurd door ons mes. Dus wel jammer. Zoiets. Makkelijk op te bergen. Nee, ja. Dat deden we nooit. Dan moeten we kijken hoe warm we die droger doen. Dat is het meest vervelende vaak. Je weet niet hoe heet die is. Doen we op het allerheetste? Niet op het allerheetste, nee. Het is 52 voor 12 minuten, dus sowieso wel een half uur denk ik dan. Ja. En dan maar op medium. Droog? Ja, nou, niet helemaal. Oh, is dat goed? In mijn hand niet. Oh, leg maar op het aarde. Kunnen we het uithangen in de douche? Ja. Oké. Okay. Denk ik wel. Nou, een beetje vreemd, misschien zat hij net niet vol. Het is ondertussen nog wel gehusteld, maar dit is niet droog, helemaal. Dus wat voordeel van onze droog douchekast? Hangen we dit even uit en zetten we zo de kachel aan als we een slaapplekje hebben gevonden, toch? Zo droog. Ja, gaan we een slaapplekje zoeken. Ja. Ik had ondertussen wat werk aan de edit gedaan. We staan hier wel in de stad, Catania. Dit is niet de stad waar wij
in willen blijven. Dus we gaan even een slaapplekje aan de rand zoeken, denk ik. Want de Etna die ligt hier vlak onder. Alleen dit is een best wel chaotische stad. Een van de grootste steden van het eiland ook. Ja. Dus even een slaapplekje aan de rand van de Etna zoeken misschien. Ik denk dat dat wel leuk is. Ja. Een paar kleine boodschappen die we nog niet hadden. En een paar brokjes. Voor de echte hongerigen die we tegenkomen. Ja. In Italië. Beter dan brood. Ja. Prima. Waar zien wij? Ik zie niet echt vakken. Etna. Niet. Stond er wel. Daar. Oké, okay, dit is het. Prima. Denk het ook. Grote parkeerplaats. Dit is de parkeerplaats. We zijn echt al een eind omhoog gereden. Dat is de Etna. We zijn dus wel naar de zuidkant van Etna. Dus vanaf hier gaan wij morgen omhoog rijden. Kijken hoe ver we kunnen komen. Ja, gaan we nog even wat dingen uitzoeken. Hoe hoog we kunnen komen, de parkeerplaats, hoe sneeuw het er daar is. Maar tot nu toe lijkt de zuidkant hier best wel goed eruit te zien. Nou, ik zie niet veel sneeuw. Nee. Het is meer groen. Het is echt de noordkant die heel erg besneeuwd is nog. Ja, even opzoeken bij mensen die er net geweest zijn. Ja, precies. Ja. We gaan hem eens even uitproberen. Hij is super klein, dus we moeten wel even uitvogelen hoeveel water erin moet en hoeveel koffie. Ja, maar even een test. Hij is in ieder geval een stuk compacter, hè? Schattig. Ja, past goed in de kast. Ik ben benieuwd hoe het erin past ook. Ja, moment van de waarheid. Het is niet heel sterk. Maar het is toch nog een test. Wel redelijk licht, maar... Ja, maar het is wel sterke koffie, hè? Ja, het is een hele sterke koffie, dus... Nice. Nou, neem een slok. Goed. Heerlijk. Mooi. Tevreden mee. En het past dus echt wel goed in je kopje. Nog net iets onder die rand. Ja, er zit nog wat in. Ja. Prima. Ja. Morgen rijden we de Etna op. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei. Doei. Doei.